Het contrast is groot. Dit is de ontzetting in Groesbeek bij Achilles. En voor de Graafschap is het op de valreep toch nog feest. De Doetinchemmers maken vlak voor tijd de 2-1 in Almere. En dus houdt de Graafschap nog kans om via de stand in de play-offs om promotie terecht te komen. Ik heb ze in de rust erg bij de kop gehad. Ja, dat vond ik, we hebben het zo laten liggen, net als bij Volendam eigenlijk. Ja, en dan roep je het over jezelf af. Maar hoe je dan terugkomt, nou ja, dan weet je ook even dat je trainer van de Graafschap bent. En wat voor grote club het is met de mensen, onze supporters, maar ook met de ontlading bij de jongens. Dan is het mooi om bij deze club te zijn hoor. Poeh, wat een fantastische club joh. Achilles lijkt door dit doelpunt van Job van Steen met 2-1 te winnen van Dordrecht. Maar in de extra tijd valt toch de 2-2. En dat betekent dat degradatie bijna onafwendbaar is. Door het verloop van de wedstrijd en ja, als je dan zo in de laatste seconde weggeeft, dan kan we door de grond zakken. Achilles moet nu in 2 wedstrijden 4 punten inlopen op concurrent Dordrecht. En dat lijkt haast onmogelijk. En we kunnen nog steeds 6 punten halen, dus wij geloven er nog steeds in. En we gaan vol voor onze eigen kansen de laatste 2 wedstrijden. En ze zijn nog niet van ons af.